Nu kunnen we. Ja, loop je al goed? Ja, zeker. Die Simon gewoon helemaal niks met Duitsland heeft. Zeer goed reingestuurd. Wat doet hij? Bij Oranje was toch steeds bij en ons. Ik heb zijn blessings voor Turkije, maar dat is best wel goed. Dat is goed, hè. Hey, het gaat gewoon 1-1. Wat doet deze gozer? Waarom spelen wij trouwens met Duitsland en Italië? Mooi toch? Deze lelijke taal hier. Hij zegt er. Dat het zo Nederlands is. Ik had het van een lijst met allerlei woorden die in alle talen bij het veld zijn. En ook met Duitsland en heel andere woorden. Ik vermoed dat het een beetje de Manchester. Ambulance. Kankerlaken. Jetzt is het een onder de rook. Oh. Ja, dat is goed. Voetbal. Dat is een creatief speler, is dat die Willy? Kedira. Daar spielt er de bal richting Außenlinie. Marquise. Sluit niks uit. Kedira. Kagawa! Gewonnen. Vlijmscherm koud, hè, Willy? Zeker. Ben niet iemand die veel praat, hè? Ik praat pas naar die wedstrijd. Oh, je praat pas naar die wedstrijd. Ja, ja! Zo. Gaat snel. Binnen het kwartier 2-0, hoor. Op naar het Jantje. Hoe laat moest je bij je volgende afspraak zijn? Ik heb geen tijd. Ik ging met Simon. Oh, je dacht dat daarom nog. Tuurlijk. En jetzt Reus über den Flügel. Der Ball kommt. En dat is een Ecke voor Dortmund. Is klaar, Willy, denk je of niet? Kan niet. Die Flanke sah gar nicht so schlecht aus, aber trotzdem ist der Ball weg. Das
größte Stadion in Deutschland ist der Signal Iduna Park, oder wie Traditionalisten bis zum heutigen Tag sagen, das Westpark. Hinter! Oh, eine Antwort, Jungs! Der Torhüter halt so unplatziert wie der war. Jetzt Freistoß für Jubel. Was soll denn? Marquisio jetzt. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Und Gündogan. Bergab. Und Colorado. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Andrea Bazzari jetzt. Bonucci jetzt. Nun Giorgio Chiellini. Knapp hoor, 2-0 achter. Met risico's. Goed gemaakt, den Ball holt zich. Daar rollt der Ball ja nur. Den nimmt zich de Torhüter ganz locker. Wat zeg je? Ja, ik ben niet van Duits. Wat zeg je? Gaat er dan wel zo'n goede. Dan wat die? Wat is er? Wat is er, Geert? Alexander Arbeit. Es geht Einwurf, der Ball ist im Haus. Wie moet je dat zien? Peter, dat is wel. Marquisio jetzt. Morata. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Aubameyang. Klasse gemacht vom Verteidiger. Morata. Pogba. Nun Bonucci und Alexandro und nun Pogba. Juist. Abstraffen. Jetzt Obermeier. Dramatische voorzet. Oh, jongen. Had er moeten zijn. Wat kom je hier goed weg, Willy Overtoom, jongens. Spielzeit ist eingeblendet, 2 Minuten hinter den Teams noch. Jetzt Aubameyang. Nun Mandzukic. Juan Guarrabi jetzt. Weidenfeller. Und den Ball hält der Torhüter fest. Wat doet hij? Wat? Nee! Het is geen dier voor mij, hoor. Oei, oei, oei. Ik heb mijn... niet mijn opstelling meer. Kom je goed weg, ja. Huh? Kom je goed weg. Wie? Ja, Jantje. Dat snap ik. Maar allereerste grote kans van de wedstrijd. Ja, was voor jou, toch? Counter erop. Toch mentaal, Willy? Mentaal ja, niet sterk, jongen. Nee, ik sta er voor. Ja, tuurlijk. Nee. Wat laat jij je makkelijk vallen, zeg? Houthakken. Hé? Jongen. Waar komt hij hoor? Die hoek. Ga dan. Tegen ons gaat hij gewoon naar de cornervlag en zo. Dat is de voorstelling. Ja, ik kan hem ook wel Wie dan?
Zijn verliezen jullie allemaal van de man? Ja, nee, alweer. Natuurlijk verliezen ze allemaal. Met FIFA, of niet? We spelen toch FIFA, hè? Wij spelen goed FIFA, nieuw. Ja, zeker. Ja, nee, is goed. Zeker. Ik had het gewoon voor dus af moeten maken, jongen. Stort in. Kijk nou, Giel. Wat dan? Ik tap hem af. Alles richtig gemaakt van onbereisend. Eerste voorteil. Jetzt toch nog verspend geld. Hé, waar zijn die kinderen? Was jij de beste altijd bij Heracles en AZ? Ik speelde daar bijna niet. Maar als ik er gewoon thuis speelde, dan was ik wel een van de betere. Klasse Tackling. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Ja, voor de eerste keer dit. Deze sessie. Marchisio. Andrea Bazzari. Is dit een dramatische bal, jongens? Dat is gewoon jouw niveau. Tjonge, jongen. Hey, hoeveel staat het, jongen? Zelf, hoeveel staat het? Gewoon alles meer. Juan Cuadrado. De bal weer bij Dortmund. Dat vind ik gevaarlijk. Gevaarlijk. Niks doen. Tuurlijk. Telefoneren. Zo. Uitbal. Oh. Dan vraag je waarom je kaart krijgt. Morata. Ja, pas op en holt zich in de verre bal. De bal gaat aan de hand afgevuld. Ganz klar, dat moest de Schiri geven. Geel? Wat is dit toch, jongens? Je schoon met de hele tijd. Ik zie alleen maar vliegen naar tegels. Ik vind het van mooi voetbal, hè? Hm? Ik vind het mooi voetbal. Ja. Nee! Kom maar, keeper. Je zei iets over mentaal. Ja. Je zei iets over mentaal. Ja, ik hoor dat daarvoor. Afgeketst van al die clubs. Dan moet je mentaal niet sterk genoeg zijn met FIFA. Dat is toch ongelooflijk. Duitsers die het weggeven. Het staat niet meer goed. Goed gemaakt. De bal hoort er zich. Wat zijn het dan voor inspelen? Hè? Man, man, man. Blijf niet zo. Marchisio. Daar verliezen ze de bal. Gezien, gezien. Ja, slechte bal. Buffon. Dat is soms een beetje meer risico. Wat is dit slecht uitgespeeld, jongens? Zo, natuurlijk, geen probleem. Er holt zich de bal. Ik loop echt, jongen. Sorry van alle fans, hoor, die nu zitten te kijken. Ik stel hevig teleur. Je kan gewoon niet weten. Ik zag net tegen. Marquisio. Staat er nog ADE'tje?
zaterdag weet ik niet. Donderdag niet zo wel. Waar ga jij dan? Ja, ik ga naar Obam met Len. Ik heb nog een meisje mee, dus maar... Goal! Nee, hey, wat doet die? Wat is dit nou? Hens. Wat doe je nou? Wat doet die nou, man? Tussenbal. Rustig. Jongen. 2-2 staat. 2-2? Ja. Ja, ik moet deze mensen even afkijken. Wat doen jullie als gelijkspel is? Vechten. Gewoon winnen de potje. Nee, verlengen. Papier, verlengen heb je niks aan. Hoezo heb je verlengen niks aan? Wij spelen echt nooit met verlengen. Dat is gewoon een ander potje. Ja. Hoe kan dat dan? Ja, ik wil jullie nog wel een keer in de show hebben. Ja, rebound. Yeah! Ja! Wat is het nou? Wat een verkeerde gif. Dankjewel voor het supportje. Heb je een date? Nee, ik heb geen date, maar... Ja, je ziet er zo mooi uit. Nee, maar ik heb altijd, als ik de stuur warm, dan trek ik altijd wat anders aan. Lekker zet. Nou, pot dicht nu hoor, ook. Parkeer die bus. Ga je die tactiek ook zo instellen? Ja. Dat doet niet anders. Dat is een gele kaart. Als ik geen kijk waar ik tegen moet spelen. Dat is rood hoor. Ja. Is het niet ja. Dat is duidelijk ook deze. Zo. Wat is dit dan? Even omzetten, sorry. Oh, je speelt toch gewoon 4-5-1? Of was dat die opstelling van Dortmund? Nee, dat is de opstelling van Dortmund. Oh. Je had wel nog meer gele over rode kaarten kunnen pakken. Oh. Laat je het zo staan? Ja. Ik heb geen zin om alles aan te passen. Piszczek verdedigen, toch? Ja. Dankjewel, Jean-Paul, voor je hulp. Nee, zeg het buiten. Hij is hier opkomen. Weidevelle gewoon op de goal, hè? Die speelt niks meer. Nee, hè? Hallo, hey. Willy, doe even normaal, joh. Wat doe jij? Frustratie? Jij hebt rood. Ja, die rode kaart voor. Wat is dit nou? Je hebt me overgegeven aan de computer. Nee, toch? De score je vrij trappen. Je maakt die vieze vrij trappen. Ik heb geen idee. Nou. Zal ik hem kort nemen? Ja. Okay, snel ben ik zo was. Wat doet hij? Nee! Oh, je hebt nog een mannetje gewonnen. Ik dacht dat je. Wat is dit nou? Gaat dit gebeuren? Nee! Oh, een kop zeg. Ik ben die video. No. Hallo. Oh! Hij is niks aan de hand. Hij geeft geen kaartje. Waarom doe jij dit? Er is niks aan de hand. Dit past toch niet bij de speler, Willy Overtoom? Ze nu een nieuwe club zitten te kijken. Ze zien alleen maar een schopper. Niks, hoek in. Niet instappen, wacht dan. Is dit dan verslijding? Serieus. Boom. Het is tijd, 4 minuten. Ligt er paniek in zo? Nou. Wat is dit nou, joh? Nou, ben benieuwd. Goed gelinkt, eerst op tot te komen. Oh! Dat ken ik, hoor. Ik weet hoe die gaan. De vrije trappen zitten. Even serieus, dit kan niet waar zijn. Wat een lelijke goal, zeg. Wat een lelijke goal, hoor. Het is gewoon kwaliteit, hè. Kijk, we hebben nog... Kijk. Dit is die online.
Gewoon 10 keer laten zien. Wat doet mijn keeper, joh? Ja, ja. Endlich mal fest, das war wichtig. Tschüss. Ach ja, die Partei, die Missbegegnung. Tijd voor een aanval. Der Spiel auf die andere Seite. Winnen, golden goal? Ja, waarom niet? Boys, ik zie jullie. Oh, je verlaat het theater op het moment. Oké. Okay. Ja, doei. Ik laat jij gewoon hier liggen, dat is gewoon zelf. Willy, maak hem in. Ja, dat is nou. Ciao, boys. Dat is gaan, man. Waarom is dat geen overtreding? Gewoon schouder. Hoi, hoi. Nee. Waarom blijft hij in de zon? Het verdient maar één iemand te winnen, dit wereld, hè? Dat denk je zelf ook wel. Gewoon zin leven gelijk. Dat is goed gespeeld. Zo, waarom is dit geen aflevering? Hey, Mkhitaryan, jongen! Wat is dit nou even dan? Dat hebben we heute schon häufiger gesehen bei ihm. Irgendwie wollen seine Pässe nicht so richtig gelingen. Check, gewoon invallen. Ik sta met 9 man. Geen nacht aan. Absoluut wordt er gewoon veel zeggend over die houden. Ik sta tegen 9 man, Willy. Ja, maar niet de hele tweede helft. Er kan geen tempo meer maken. Dat spiel wacht even. 1 minuut werd nu naar boven opgebracht. Oké, bijna weer. Zo vroeg gestart. Het gaat pas. Waar schieten met Pogba? Zoeken naar vreemd. Ja, niemand kan meer wat bij mij. Ja, we kunnen ook nog wisselen. Ramos? Word je daar blij van? Colombia. Kom je nou gewoon niet met Aubameyang? Hè? Die heb ik net gewisseld. Janus zei spits. Ja, eigenlijk wel, hè. Nog een beetje durven, nieuw. Welke ga je woensdag? AD? Ik ga woensdag naar Nick Romero. Donderdag naar Dynamic. Zaterdag nog even kijken. Jij? Woensdag de kaartjes voor de beat. Volgens mij is het Paradiso. Zie deze doppelwechsel voor. Nog een helft in de verlenging. Jetzt gilt's. En vielleicht fällt ja doch nog das Golden Goal.
Ah nee, net gewisseld. Zo, daar zit nog een. Ja, daar staat. Buitenspel, yes. Ja man. Geen buitenspel. Nou, feest dit jongen. Jongen. Ik zeg niks. Jongen. Geen woorden aan vuil te maken aan dit niveau. Ongelooflijk. Eerste keer FIFA 16. Duidelijk. 100% winst. Hè. Hij is ook gelijk weg, hè? Ja. Nou, dat doet hij toch.